Marieke Schmitsch heeft haar vaardigheid precies in de tijd gereden. 163 seconden en 82 honderdste. Twee balletjes zijn er afgevallen, dus 6 strafpunten in totaal. Op dit moment zijn we aan het kijken naar Elina Houteman. Voor Elina Houteman hebben wij een tijd genoteerd van 171 seconden en 89 honderdste binnen de tijd. Twee balletjes zijn er afgevallen, 6 strafpunten daarvoor en dat is dan ook meteen het totaal.